Hoi collega, ik ben Anne-Floor en vandaag ga ik je laten zien hoe je een opdracht distribueert in de Class Notebook van je studenten. Dus om te beginnen gaan we naar Class Notebook. In eerdere filmpjes heb ik je uitgelegd hoe je dit aanmaakt, de inhoudsbibliotheek gebruikt en de samenwerkingsruimte gebruikt. Dus ga die vooral ook bekijken als dit nog nieuw voor je is. We beginnen in Class Notebook. Dan zijn we op de welkomstpagina die we hebben ingesteld en dan gaan we naar het paarse pijltje. Vanuit daar zien we onze ruimtes. En testgebruiker en testslim zijn mijn studenten in dit geval. Nu kan ik, als ik een opdracht wil, het in de inhoudsbibliotheek zetten. Maar ik heb eigenlijk liever dat ze individueel met een opdracht aan de slag gaan en ik met ze mee kan kijken. Dit gaan we doen als volgt. We gaan OneNote openen in de app. Dus daar beginnen we mee. Vaak opent hij dan vanzelf. Bij mij wil hij dan nog wel eens dat ik het nog een keer vraag. Zoals hier. En dan doet hij het altijd wel. We zijn nu in onze Class Notebook. En hier ga ik dan alvast bij een van de studenten bijvoorbeeld een opdracht in huiswerk zetten. En die noem ik Engels opdracht. En die pakken we dan even hiervan. Zo. Prachtig. OneNote werkt net als Word. Dus wat jij in Word kunt, kun je ook in OneNote. Dus hier heb ik mijn opdracht staan. En nu wil ik dat iedereen die in zijn map krijgt. Dan ga ik naar Class Notebook. En daar klik ik op Distribute Page. En dat doe ik dan voor een hele groep. Dat komt mooi uit. Als je nou meerdere mensen hebt, dan dus stel je hebt 30 studenten, dan hoef je ze niet allemaal individueel aan te klikken. En hoe ik dat heb gedaan, is ik ben naar een nieuw groep gegaan. Daar stel ik, of geef ik het ze eerst een naam. Laten we zeggen klas 1B demo. En dan selecteer ik de studenten die ik daarin wil hebben. Save. Dan moet je even nadenken. En dan ga je weer terug naar Group of vanuit Group Details. Daar selecteer ik dan de klas die ik heb aangemaakt. Dit hoef je maar één keer te doen, voor de rest blijft die groep dan hierin bewaard en onthouden. Ga je naar Next en dan zeg ik in welke map ik het wil hebben. Nou, ik wil het in huiswerk hebben van iedereen. En de tip die hier staat ga ik zo ook laten zien. En dan zeg ik Distribute. En dan moet hij dan even over nadenken. Zoals je hier ziet heb ik al eens eerder een reflectieopdracht uitgezet. Nu heeft hij de Engelse opdracht uitgezet. Dan kan ik dit wegklikken. En dan gaan we even kijken, door bij mijn andere studenten te kijken. Wat je dan vaak ziet, is dat hier nog niet in staat. Dat komt omdat ik eerst hier naar boven ga. Naar het notitieblok. Dan zie je al mijn notitieblokken. En dan zeggen we Sync. Dus ik heb een rechtermuisknop gedaan. Dan klik ik op Sync. En zeg ik Sync this notebook. Dus hoef je niet allemaal gesynchroniseerd te worden. Dan gaat hij nadenken. En dan is hij klaar. En als het goed is, kijk, daar is hij al. Engels opdracht. Staat er nu in het notitieblok van al mijn studenten. Nu kunnen zij hier allemaal in te werk gaan. Ze kunnen typen en ik kan meekijken. En ik kan ook stickers achterlaten. Om ze te motiveren. Bijvoorbeeld. Well done. Maar ik zeg liever good job. Je kunt stickers dus ook aanpassen naar hoe je ze wil. Dan verschijnt dat in zijn werk. En zo kun je met de studenten aan de slag. Maak hier gebruik van. Ga hier lekker mee oefenen. En laat ons weten hoe je het ingezet hebt in de les. Veel succes!